Oh mijn god, dit wordt een ramp. Ik ben de controls van de Legend of Zelda Breath of the Wild gewend. Nee! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe video en dit gaat wennen worden. Ik zei het al in mijn eerste video en nu zeg ik het in een Let's Play, want ik ben nog steeds hetzelfde Play 20, maar dat nou Trainer Stevie. Dus voor de mensen die een afspeellijst aan het kijken zijn, ja, hier is de moment dat de naamverandering is geweest. Jullie hebben het ook al gezien in de intro. In ieder geval, in de vorige aflevering hebben wij een grotere quiver gekregen. Kunnen we dus wat meer met pijl en boog. Dit gaat echt een ramp worden. Kunnen we wat meer met pijl en boog doen? En nou wil ik heel eventjes ook even kijken wat mijn items zeggen, want hebben we genoeg zooi? Ik hoop het, want we gaan totaal niet doen wat jullie denken wat we gaan doen. Er is niks in deze wereld wat ik verder eigenlijk wil gaan doen. We hebben alle stems gecollect die ik wou collecten. We gaan niet voor een 100% run op stems, heb ik al gezegd, want ja, daar was ik niet echt op gefocust. Hallo. Dus nee, dat was ik niet eigenlijk van plan. Maar we hebben alle hard containers en ja, we hebben eigenlijk alle items die we te pakken konden krijgen. Op één ding na, want ja, dit is de Twilight Princess versie in... Ik zou zeggen HD, maar nou dat ik Breath of the Wild heb gespeeld, is dit niet meer zo HD. In ieder geval, het is tijd voor The Cave of Amiibo. Tenminste ik dacht dat hij zo heette. Dus... Hij doet het niet. Jongens, moet ik dan misschien buiten staan? Mag ik niet in een dingen staan of iets? Volgens mij mag ik dan niet in een city staan. Ik weet het niet. Ik probeerde mijn Amiibo te doen en hij wou niet. Hij zegt nee. Of moet ik dan op pauze of moet ik... Ik weet niet, ik heb dit nog nooit gedaan. Dat is waarschijnlijk het grootste probleem. En het liefste zou ik nou ook gewoon gelijk naar... Ganon eigenlijk toe willen gaan en zeggen van... Hey, gast. Hi. Jongens, ik... Uw Link zit in een ander spel. Moet ik dan misschien Wolf Link zijn? Ken ik het dan? Jongens, ik gebruik mijn Amiibo. Moet ik hem op de collectie save doen? This is not an Amiibo, dat is wel een Amiibo. Cave of Shadows, hè? Oké. Dit is mijn oude file. Oh, die heeft hij natuurlijk opgeslagen. Dus dan moet ik het van mijn oude file doen. Is. Save and begin. Save to which log? Gooi ik nou mijn oude spel weg? Yep, ik heb mijn oude spel weggegooid. Maar wil dat dan nou zeggen dat ik dan nu... You who wish to test your strength, conquer the cave in beast form. Ah, ik heb nou wel in ieder geval allemaal hartjes. Ik bedoel serieus, maar ik heb het nou op de verkeerde set. Who cares? Wij gaan de Cave of Shadowness doen. Oké, dus we hebben deze zandding. Dus ja, het werkt eigenlijk een beetje als dezelfde cave als Ordeals. En hoe deed ik dit ook weer? Oh ja, zo. Poink. Dus het werkt een beetje hetzelfde als de cave als, of Ordeals die we eerder hebben gezien. Maar dan een beetje amiibo-wigger, denk ik. En er zou een reward of zo achter liggen op het moment dat. We zouden dus nou... Volgens mij kunnen we niet terug veranderen. Volgens mij hebben we geen... manier om terug te veranderen waar ik eigenlijk best wel van baal. Want dan kunnen we dus geen potions gebruiken. Hoi, ik maak jullie heel eventjes neer. Dat vinden jullie vast zeker niet erg. Hi. Komen jullie ook even in de party? Cause everybody loves the party. En ik zag daarboven net iets staan. Daar zit een plateau. Zit er iets? Waarom zit daar een plateau? Waarom mag ik niet naar dat plateau? Waarom zijn jullie zo gemeen tegen mij? Gemeen. Zit hier ook weer een plateau? Nee. Oké. Okay. Hallo! Dus ja, het wordt weer een beetje het ouderwetse vijandjes gaan verslaan. Omdat blijkbaar dat we dat nog niet genoeg... Auw, dat was gemeen! Ik was iemand aan het bijten en dan ga je niet zo op mij springen. Dat mag niet. Ga dood. Dank je.
Oké, dus we zijn onze eerste houtje al kwijt. Nou, in ieder geval, eerst iedereen. Ja, ik zal het ook eventjes in de Let's Play vorm zeggen. Iedereen bedankt enorm voor de support met de naamverandering. Noem maar op. Ik ben nog steeds dezelfde YouTuber. Dat weten jullie ondertussen wel. Het alleen naamt anders. Nee, niet bijten, niet bijten, niet bijten. Die beesten die zijn gemeen namelijk. Die beesten die vallen je aan op het moment dat je aan het bijten bent. Ik bedoel, serieus. Ik heb een Master Sword. Waarom zou ik die niet gaan gebruiken? Omdat je Wolfling bent. We dadelijk in één keer in het verhaal gaan krijgen of zo, tot we dus Iron Knuckles moeten gaan verslaan en Wolflink. Hallo. Oké, dit is mengelmoesje. Hallo. Ja, als jullie al gelijk met z'n vieren komen, dan maar... Zijn jullie al niet dood? Mooi. Het zou wel grappig zijn als er nou in één keer zo'n spinnetje begint te schreeuwen, zo. Squeak! Dus, Nee, maar ook trouwens... Ja, sorry dat er dus een tijdje weinig video's zijn geweest, maar ja, Breath of the Wild... Return once more to this place, if you wish to be tested again. Was dat alles? Jongens, serieus. If you want to be tested again, krijg ik dan nou een cadeautje? Doei. Dus dit is de cave of... Maar de eerste caves die mag ik dus niet laten zien? Oké, het was eigenlijk praktisch precies hetzelfde en je kreeg toen ook 20 rupees, maar... Oké, dus we moeten terugkomen. Hi. Yep. Dat was leuk. Oké, zover dus ik dat ik nou weet van de amiibo. Save the number of hearts to your Wolflink amiibo. Ja, tuurlijk. Look at the gamepad! En er staat daar, touch your Wii. Ja, jullie zien dat niet, dat is het rare ervan. Zover ik weet kun je dus hartjes opslaan op je amiibo en zo kun je dus hartjes herstellen op het moment dat je nodig hebt. Waarom dat nodig zou zijn, ik heb geen idee. Ik moet sowieso zeggen, ik ben hier niet echt... A new section of the caves is available. Nou, laten we dat dan gelijk doen. Oh! Save and begin. Maar dan gaan we nou wel naar mijn goede save file. Toen weer, ik heb een backup file gemaakt zoals altijd. Trouwens jongens, ik ben dit aan het opnemen om 6 uur 's avonds. Dus de reden waarom dat de video laat is... Daarom dus. Thanks to your newfound power. New depths are made open to you. Challenge them if you dare. Maak ik zelf wel uit. Het ziet er hetzelfde uit als net. Hi. Nou, misschien kunnen we perfect run doen. Krijg je geen roepies voor? Flame. Ik bedoel, serieus jongens, ik doe mijn best. Voor mij, dit is eigenlijk helemaal blind. En misschien heeft het te maken met dat ik mijn Wolflink amiibo heb gebruikt bij... Er zitten daar potten. Hier, zien jullie daar? Er zitten daar potten, maar... Daar kun je toch niet komen. Hoi. Oh. Krijs! Auw, mijn oortjes. Dus nee, maar in ieder geval jullie enorm, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor jullie support. En er was ook een videootje, nou ja, een Twitter-melding was binnengekomen van Zure Mat. Ik weet niet of jullie die wel eens in de comments voorbij hebben zien komen. Maar die hadden dus een videootje gemaakt van, ja, voor mij. En dat vond ik eigenlijk best wel aardig. Dus Zure Mat, enorm bedankt daarvoor. Stel ik zeker op prijs. Dit hebben we net al gedaan. Dit is niet nieuw. Dit is outdated. Dit is exact het... Dit is exact dezelfde plek waar ik net ook damage nam! Gaat hij nou iets dieper verder door of zo? Of mag ik nou dadelijk mijn amiibo ook gebruiken? Het is eigenlijk best wel ironisch dat ik nou dus op het moment... al mijn items zie op mijn gamepad. Want ik heb geen pro-controller. Ik vond een pro-controller ook een beetje te duur. Omdat het zijn eigenlijk praktisch dezelfde knopjes die je eigenlijk al gebruikt. Dus ik had zoiets van... Nee, ik heb geen zin om een pro-controller aan daarvoor te schaffen. Dus... Ja, ik ben er heel eerlijk in. Ik bedoel, waarom zou ik een pro-controller aanschaffen op het moment dat ik hem niet nodig heb? Ja, dan kunnen jullie ook de items zien. Ja, dat zou fijn zijn geweest, maar voor één game. Ik bedoel, serieus. En Breath of the Wild ondersteunt het toch niet, dus... nou, Breath of the Wild ondersteunt het wel. Maar het grappige is met Breath of the Wild is dat je niet dual screens had. Ze hadden in het begin hadden ze echt dat je de map zou zien op de gamepad...
Maar omdat het dus een dual launch is geworden, dat het dus ook op de Switch is uitgekomen, hebben ze dat geremoved. Omdat anders zou de Wii U versie iets leukerders hebben dan de Switch versie. Dus vandaar dat ze dat geremoved hebben. Ik moest steeds een apart verhaal, maar ja. Oké, dus nou zijn we hier terug. Krijg ik nou weer 20 roepies. Joepie. En nou gaat deze deur dus voor ons open, waardoor dat we dus dieper door kunnen. Mag ik dan nou weer mens worden? Hallo. Oh. Ah ja, we krijgen nou in ieder geval andere vijanden dan alleen maar Twilight vijanden. Oink, 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 oink. Nee hoor. Maar ja, eigenlijk is het dan niet gewoon dat je de hele tijd je B aanvalt, omdat dat is een beetje een sudden death aanval op het moment dat je die gebruikt, dat je dus gewoon gelijk je vijanden gelijk helemaal dood mapt. Ik bedoel, volgens mij is het een beetje een sudden death idee. Ik bedoel, je drukt gewoon een B en hier, serieus. Hoi. Doei. Je kunt dit gewoon misbruiken. Oké, okay, natuurlijk is dit natuurlijk... Ik weet niet. Dit voelt makkelijker aan als wat we gedaan hebben. Hoi. Auw. Stomme seriedans. En dan er een kamer vol van. Waarom? Dank je. Dus, maar goed, in ieder geval enorm bedankt voor de positieve reacties over Trainer Stevie. Wat mijn nieuwe naam dus is. De reden heb ik eigenlijk al in die update video, dus daar ga ik jullie niet nog een keer mee lastigvallen. En... Hi. Wat ik jullie zo nou allemaal... Het was te proberen. Nee. Jij hapt naar mij, ik hap naar jou. Ik heb eigenlijk nog nooit deze beesten verslagen als wolf. Zou dat de reden zijn geweest waarom dat deze amiibo dinges er zijn? Ik bedoel, de amiibo, ik heb hem nog nooit gebruikt. Ik vind hem eigenlijk nou heel erg grappig om te gebruiken in Breath of the Wild. In Breath of the Wild, ja, ik weet niet of ik het kan zeggen. Het is een beetje spoiler als ik het gebruik van wat gebeurt er als je dus deze amiibo daarin gebruikt. Dus, ik weet niet, ik vind het een beetje spoiler om dat te gebruiken. Ik zal wel niet zeggen. Maar daarvoor gebruikte ik hem dus af en toe in een keertje. En ik moet zeggen dat het best wel grappig was voordat ik die amiibo nou wel wil gebruiken. Deze dingen worden interessant. Moet ik dat nou echt vanuit... Hi. Ja, dus. Nee. Zo dan. Au. Ja, het werkte. Nee. Dit is irritant zonder schild. Toink. Of zonder hookshot die je kan gebruiken. Oh, ik moest uitspringen. Ik ben de controls gewend van Breath of the Wild! En iedereen die nou een Zelda game aan het doen is en dan een andere Zelda game op YouTube heeft hetzelfde probleem. Ik kijk naar jou, Chugga Conroy, want jij bent bezig met Skyward Sword. Oh, deze kamer die is nogal verlicht. Kunnen we die beesten überhaupt al verslaan als Wolf Link? Ik heb geen idee. Kunnen we jullie verslaan als... Link? Blijkbaar. Vallen jullie ook eventjes naar beneden? Plof, plof, plof. Ik vond het wel grappig, omdat Chugga Conroy die stond op dit moment al met Skyward Sword bezig. En zoals jullie weten, ik heb Skyward Sword zelf ook al gedaan, maar... in Skyward Sword heb je dus een stamina balkje. En ja, in de demo's hebben jullie gezien, in Breath of the Wild heb je ook een stamina balkje. Alleen, dat werkt weer heel anders dan het stamina-balkje wat je bij Skyward Sword. Dus die zit daar nou weer heel erg veel mee te struggelen. En op zich vind ik dat... Ik kan het begrijpen, laat ik het zo zeggen. Oh nee, Tektites. Ik weet niet, ik wou ze eigenlijk altijd Spinies noemen, maar Spinies zijn Mario vijanden. Eigenlijk vind ik het gewoon dat je B zoveel mogelijk moet misbruiken. Maar als we dus dadelijk nou op een punt komen waarvan dat het spel weer zegt van dat je dus alles weer opnieuw moet gaan doen en daarna pas weer verder mag... Dan ga ik de Cave of Ordeals verder skippen. Waarom? Omdat serieus, dan wil je dus... Dan moet je er zelf inderdaad maar achter komen hoe dat het precies werkt. Ik bedoel, dat zou wel heel erg flame zijn. Ik bedoel, of de Cave of Shadows. Oh, en trouwens, dankjewel voor de pijl die ik heb gekregen van je. Nee. Gewoon blijven bewegen. Auw. Blijven bewegen. En dan op het moment dat ik zeg dat ik moet blijven bewegen, dan word ik geraakt door pijn. Ik bedoel, bij de Cave of Ordeals heb je zelf de keuze van wil je verder of wil je stoppen. En op het moment dat je gewoon door zou kunnen gaan, laat een speler gewoon doorgaan. Ik bedoel, serieus, we zitten nou op endgame niveau. Dus
geef hem dan gewoon de optie dat hij dan overal gelijk naartoe zou kunnen. Sterker nog, je moet alles bevechten als Wolf Link. En op zich, persoonlijk, ik ben daar niet echt een fan van. Hoi. Oké. Okay. Oh. Ze hebben ook nog eens een keertje obstakels op... Nou, op zich zou dat wel leuk zijn dat je inderdaad ook vloeg obstakels zou hebben bij Cave of Ordeals, weet je wel. Maar de Cave of Shadows... jammer genoeg weet ik al wat de reward is. En ik kan jullie nu al vertellen, nee, het is de reward niet waard. Kan ik jullie nu al vertellen. En we zijn al 6 hartjes kwijt. Dat gaat ook al niet goed. Hallo. Hoe lang gaat dit door? Het is hetzelfde. Daarboven daar zit nou van die slime. Maar... ik mag niet veranderen in mensvorm. Dus waarom zou ik die slime willen hebben? Je kunt er niks mee. Leuk dat die slime er ligt. Oh, ze tanten je er ook nog eens een keertje mee door alles gewoon ook zo te laten zien. Hi. Kan ik gewoon dit doen? La-di-da-di-da-di-da-da-di-da-di-da-di-da. Dit is leuk. Als dit me trouwens schade gaat doen. Gaaf, man. Zijn we klaar? Hi. Oh, dit zou blauwe potion zijn. Krijg ik hier trouwens hartjes van? Krijg ik roepies? Natuurlijk krijgen we er geen hartjes van. Ik bedoel, ik snap de challenge en al, maar... persoonlijk, tot nu toe... ja. Hallo. Hebben we het nou gehad? Zijn we nu klaar? Nee? Oké. Okay. Hoi. Oh. Vijanden die ons nog niet eens damage kunnen doen. Ik ben er stil van, jongens. Ik weet niet wat ik hierover moet zeggen. Hi. Leuk dat ze dit soort kamers... Ik weet niet. Ik bedoel, ik snap dat ze de Cave of Shadows... dat dat eigenlijk gewoon een... ja. Ik vind het persoonlijk meer een aftreksel van... Cave of Ordeals. Van een cave dat ze al hebben. En dat ze dat copy-paste hebben gedaan. Ik bedoel, ik snap dat het een aankomst is voor de... Amiibo, voor de Wolf Link Amiibo. Want ja, dan kunnen ze natuurlijk voor de... Dan heb je een leuke ex-Amiibo. En de Amiibo is het waard in verband met Breath of the Wild. Ik bedoel, tot nu toe, dit is de eerste keer dat ik de Amiibo gebruik. Voor The Legend of Zelda, oké. Technisch gezien de tweede keer, omdat... ja, ik heb hem al eerder een keertje gebruikt, maar... ik weet niet. Ik zal niet zeggen wat de reward is, want ik weet niet of dit nou helemaal doorgaat tot en met dat reward. Maar vergeet niet, er is geen enkele manier om hartjes te vullen. Hai, kun jij misschien heel even... dank je. Waarom heb ik echt... ik heb gewoon zo'n gevoel dat we dadelijk echt gewoon een Iron Knuckle of zo moeten gaan verslaan in wolfvorm. Vraag ik mij af hoe dat we dat in godsnaam moeten gaan doen, maar... dat zou heel erg interessant worden. Goed zo. Poink. Al moet ik wel zeggen dat ik de hazards die je dus in de tempels of in de floor zelf hebt, dat vind ik wel een leuke toevoeging. Vooruit dan. Maar gewoon dat je geen manier hebt om help bij te vullen. Oh, dit wordt leuk. Poink, poink. Ja, ik wou wel zeggen, als jij me dan damage zou kunnen doen, dan zou wel heel erg flame zijn. Oh, god, oh, god, oh, god. Maar er is geen enkele manier. Tenzij dat ik nog steeds niet weet hoe dat je als wolf hartjes zou kunnen vullen. Ja, misschien als je... oh, boy. Nee, 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 nee. Ga fietsen. Dan ook nog eens een keertje die scherps erbij gooien. Dat is niet lief. Oké, die eerste die is neer. En dan gaan we naar deze schreeuwbakkers. Op zich zijn ze niet zo moeilijk als je weet hoe dat je ze helemaal moet verslaan. Alleen die kruipbeestjes. Ah, ik hou niet van kruipbeestjes. Ik hou niet.
Return once more to this place if you wish to be tested again. Nee! Nee! Dit is het niet waard! Nee! Laat me gewoon doorgaan. Wat is mijn reward nu? Laat me raden, een stamp? Is mijn reward weer een stamp? Laat me gewoon doorgaan. Nope. I'm out. Ik weet zeker dat als ik nu weer die challenge ga nemen, dat ik weer helemaal vanaf het begin moet en dan pas weer verder mag. Ik ga het gewoon uittesten. Ik ga het gewoon uittesten. Jongens, ik ga het gewoon uittesten, maar als dat het geval is, dan zeg ik nee. Dan zeg ik nee. Als dat het geval is... Oh, we krijgen 5 hartjes in onze Amiibo-pot. Max combo 14. Close. Gewoon close. Waarschijnlijk heeft hij het opgeslagen, denk ik. Ik ga het even uittesten, jongens. Trouwens, ik neem jullie gewoon mee. Collection save. Ja, dat weten we. Ik zet hem gewoon weer op 3. Dan kan ik gewoon die ene weer loaden. Yep. Ze willen weer. Dit is gewoon een no-go. Dit is een no. Kan ik zo eruit? Dit is not an amiibo. Jawel, dat is wel mijn amiibo. Ik wil eruit, verdorie. My heart is being replaced. Jongens. Ik zie jullie in een seconde. Goed. Ik ben weer terug hier. En... ik ben teleurgesteld. Ik hoorde tot er echt Cave of Shadows dat dat leuk zou zijn. Dan weet ik het allemaal nog meer. Ik ben teleurgesteld. Als je elke keer een deel ervan moet doen. En dan constant weer datzelfde stuk over moet lopen. En dan weer opnieuw dat je weer een stukje verder mag gaan komen. Nee. Nee. Dat, nee. Gewoon door laten lopen. Of gewoon vanaf dat punt weer verder gaan. Prima. Maar dit is gewoon een grote nee. In ieder geval jongens, ik ga in ieder geval spoilen wat je krijgt op het moment dat je dus de Cave of Shadows haalt. Wil je dit niet horen? Ik zou zeggen, mute eventjes je microfoon voor 10 seconden. Ja, dus 3, 2, 1. Je krijgt een bigger wallet van 9.999 roepies. Dat was zinloos. Oké, nou dat was in ieder geval de spoiler nummer 1. Zijn jullie alweer terug? Mooi. Dan ga ik nu heel eventjes spoilen. Mogen jullie nog een keertje de microfoon neerzetten. Dus 10 seconden weer eventjes de microfoon eventjes weer stilzetten. Mooi. 3, 2, 1. De amiibo die je gebruikt. Die kun je namelijk bij Breath of the Wild gebruiken. En bij Breath of the Wild krijg je dan Wolflink die je helpt. Oké. Nou hoop ik dat iedereen weer terug is. Want ik ben er klaar mee. Ik ga niet de Cave of Shadows doen. En als jullie me dan een rage quitten noemen of zoiets. Ik heb gewoon geen zin om jullie... beeldmateriaal te laten zien, waarin dat ik niks anders doe als dezelfde monsters de hele tijd over en over te bevechten. Daar heb ik geen zin... Oh ja, ik was wolf. Sorry. Sorry dat ik jullie liet schrikken. Sorry, ik ben boos. Sorry. Ja, ik zie eruit als een boos wolf. Mijn excuses. Dus, sorry. Maar ik wil jullie niet lastigvallen met een video waarin dat... Het is deze video eigenlijk al, maar dat er dan nog een video gaat komen van... Hey, kijk, we zijn weer een stapje verder. Dat ga ik niet doen. Nee, deze let's play die duurt al veel te lang. Deze... Nee, gewoon nee. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Laat het weten in de reacties als je het mee eens bent. Ben je het niet mee eens? Sorry. Maar nee. Ik had... Nee. Gewoon nee. Jongens. Daarbij ga ik het laten voor deze aflevering. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering. En in de volgende aflevering gaan we nergens anders naartoe als naar... het kasteel waar The Legend of Zelda, oftewel waar Zelda zich nog in bevindt. Tenminste, dat hopen we. In ieder geval, daar gaan we naartoe. Dus ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.